Hallo allemaal, mijn naam is Lisa Verstman. Heel binnenkort, 27, 28 en 29 oktober, ga ik het land in met een prachtig programma. Strijkoktetten, samen met het Doric String Quartet en drie solisten. Ty Murray, Jennifer Stoom en Ivan Karisna. En niet zomaar strijkoctetten. We spelen de Europese première van een nieuw werk van Oswaldo Goligov. De Argentijnse componist met Oost-Europese Joodse wortels, wat zorgt voor een unieke muzikale taal. Heeft een werk geschreven met de prachtige titel Forever Yours. Genomen uit, uh, maar geïnspireerd op het onderschrift wat Vincent van Gogh altijd aan zijn broer schreef onder zijn brieven: Voor Eeuwig de Jouwe. Over diepe vriendschap, obsessie voor detail en liefde voor elk element eigenlijk tussen mensen, voor dieren. Voor de wereld. Daarnaast spelen we een van mijn absoluut favoriete stukken. Het octet van Enescu. George Enescu. Totaal wonderkind eind 19e eeuw. Zulke worden er zeer zelden geboren. Hij kon alles. Hij kon viool spelen. Hij kon piano spelen. Hij kon dirigeren. Hij kon vooral briljant componeren ook. En dit octet geschreven als late tiener. Het barst uit zijn voegen. De grootste gevoelens. De virtuose stijl van componeren. De, de oerkracht die eruit uh, spreekt. Het is een stuk die, dat denk ik iedereen die het hoort voor eeuwig verandert. Het is zo meeslepend. Het is zo groot. Het is zo prachtig. Het is tegelijkertijd ook zo intiem. En dus die, die combinatie is. Uh, ik, ik ken geen ander stuk uh, wat ook maar enigszins daarop lijkt. Je moet dat dus live meemaken. Dat kan 27 oktober in de Vereniging in Nijmegen, 28 oktober in het Muziekgebouw in het IJ en 29 oktober in Leiden in de Stadsgehoorzaal, de Aalmarktzaal. Ik hoop je daar te zien. Tot dan!